Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Mijn naam is Fidi Jood en ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. En ik had laatst een video gedaan over de impeachment van Donald Trump. En toen vergeleek ik haar een beetje met Nancy Pelosi. Niet qua politieke outlook zozeer, maar meer als grote politieke leiders. En toen kwam ik erachter dat Nancy Pelosi veel meer geld heeft. Als burgemeester Halsema, Nancy Pelosi is echt iets van $120 miljoen waard. Want dat is een beetje de standaard in de Verenigde Staten. Mensen die daar in de politiek zitten, zijn allemaal multimiljonairs. En dat kleurt hun handelen nogal. En waar ik ook achter kwam, was dat Nancy Pelosi zoiets als 80 jaar oud is of zo. En onze burgemeester is 50 jaar oud of zo. Dus Nancy Pelosi is 30 jaar ouder dan Femke Halsema. En stinkend, stinkend rijk. En vorige week, deze week, een hele bijzondere week, maar na heel veel onzin en poeha en drama en gillen, heeft Nancy Pelosi dan eindelijk de Articles of Impeachment getekend. En ik ben absoluut geen Donald Trump fan, maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat die impeachment ergens heen gaat. Ik vind het net zoiets als dat Russia-gate. Dat ging ook helemaal nergens over. Maar goed, dit is wereldgeschiedenis. En ik denk dat ga ik toch een beetje delen met de trouwe kijkers van video's. Komt u even aan, want ik heb nog iets ontdekt. Ik heb nog een heel groot verschil ontdekt. Tussen burgemeester Halsema en Nancy Pelosi. Komt ie aan. Deze bejaarde hier, dat is Nancy Pelosi. Kijk, al die anderen die moeten er dan zo omheen staan. En dan gaat ze nu de Articles of Impeachment tekenen. En let even op. Eén pen. Nog een pen. Nog een pen. Nog een pen. Ze doet iedere letter die ze invult, doet ze met een aparte pen. Kijk. Zie je dat? Nancy Pelosi heeft veel meer pennen dan de burgemeester van Amsterdam. Waarom is dat? Waarom heeft zij zoveel meer pennen dan Femke Halsema? Nog een pen. Lieve mensen. Hey Google, stop je aan. En nog een pen. En nog een pen. Hey Google, stop. Nog een pen. Er komt geen einde. Wat moet ze met al die pennen? Nou, die gaat ze zo uitdelen. Aan kinderen. Oké, dat was hem. Ja, spannend. Gaat het allemaal? Oh, nog meer. Oh, god, help me. Hier neem schaaltjes pennen. Weg. Zo, heb je een pen nodig? Oh, pen. Ja, hier, neem een pen. Eén letter. Dit is niet om aan te zien. Nog een letter. Heel goed. Die had je al gebruikt. Nog een letter. Nog een letter. Pak een nieuwe pen. Ja, probeer die eens. Die doet het niet. Oh, die doet het wel. Dit is, wat voor waanzin is dit? Ik wou net zeggen, dat andere schaaltje wordt bijna niet gebruikt. Je moet het wel een beetje gelijkwaardig verdelen over twee schaaltjes, denk ik dan. En wat een leuk mantelpak heeft zij aan. Wat voor kleur is dat? Dat is echt roze. Ja, lukt het? Dit gaat goed. Je bent er bijna. Je bent er bijna. Pak een pen. Pak een pen.
Pak een pen. En een punt. Hihi. Kijk, blij zijn nou met wat ze gedaan hebben. Ze zegt ook iets over die pennen. Ja, wij vinden het ook vreemd, maar ja, god, Amerikanen. Die hebben allemaal gekke tradities, denk ik dat. Net zoals Nederlanders. Wij hebben Sinterklaas, zij hebben dit. Ik heb geen idee wat u zegt, oma. Maar is goed. Wat gaan we doen met al die pennen? Die gaan we uitdelen. Kijk, hier, jij krijgt van oma een pen. Oh, dank u wel. Wat een mooie pen. Waarom heeft zij zoveel pennen? Hoeveel pennen heeft burgemeester? Hoeveel pennen heeft u? Wil je een pen? Alsjeblieft, jij mag een pen hebben. Een pen voor jou. Ik dacht dat ze ze ging uitdelen aan kinderen. Dat vertelde iemand aan mij. Je moet dit video zien waar ze pennen aan het uitdelen zijn aan kinderen. Dit zijn geen kinderen. Ja, hou die pen omhoog. Dit zijn de pennen waarmee ik tekende. Hebben we gezien, oma. Allemaal op de foto met zo'n pen. Dit is niet om aan te zien. Wat is dit? Doe de dop erop. Heel goed. Was dat het? Kijk, hier ook iemand met heel grote glimlachen met zo'n pen in de hand. En dan lopen ze weer weg. Samen met die pen op de foto. Leuk, man. Zo, hé. We hebben niet naar een botox-reclame zitten kijken, maar zo voelde het een beetje wel. Oké, ik ben geschokt. Op zijn Amerikaans noem je dat. Dismayed. I am dismayed. Ik vind het compleet onacceptabel dat Nancy Pelosi zoveel meer pennen heeft dan burgemeester Halsema. Dus daar moet iets gaan gebeuren. Ik heb geen idee wie er bij de stopera over haar pennen gaat. Maar dan moet misschien een externe aannemen. Een of andere pennenprojectontwikkelaar. Die dan tegen een krankzinnig tarief pennen kan gaan leveren voor burgemeester Halsema. Wil ik op de foto met een pen met Femke Halsema? Best wel, ik bedoel, ja hoor, doe maar. Lijkt me hartstikke leuk. Ik denk dat heel veel mensen dat willen. Nancy Pelosi heeft veel meer pennen dan onze burgemeester. En ze is 30 jaar ouder. Oh, oh, oh. Over het algemeen, weet je wat mensen van 80 doen en laten en vinden? Ik neem het niet zo serieus. Ik heb het gewoon niet zo bejaarde. Nancy Pelosi is ouder dan mijn ouders. En wat een hoop pennen heeft zij, mevrouw de burgemeester. Nou, dit is een oproep aan de stopera. Lief college van BMW. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om ervoor te zorgen dat Femke Halsema, burgemeester Femke Halsema, minstens evenveel pennen krijgt als Nancy Pelosi? En wat moet je precies doen om met burgemeester Halsema en zo'n pen op de foto te gaan? Want ik wil dat. Nou, er zijn meer mensen. Wat een waanzin. Die Amerikanen zijn gek, man. Waarom heeft u... Hey, hoeveel pennen heeft burgemeester Halsema? Hoeveel pennen staan er op haar bureau in een pennenbakje? En wat voor pennen? Met welke kleur schrijft burgemeester Halsema? Is ze linkshandig of rechtshandig? Dat zou ik moeten kunnen uitvinden. Ik denk dat ze linkshandig is. Weet ik helemaal niet. Ik gok maar wat. Maar je hebt 50% kans. En schrijft u echt nog met een pen? Gebruikt u niet gewoon zo'n voice recorder? Weet je, dat is toch veel makkelijker? Voice recorder. En dan doe je daarna speech to text. En misschien zo'n stempeltje met je handtekening erop. Ik heb het idee dat het allemaal gedigitaliseerd moet worden. Want dit zag er niet uit. Maar goed, tot die tijd dat we dat soort dingen kunnen digitaliseren. Zorg er even voor dat burgemeester Halsema net zoveel pennen krijgt als Nancy Pelosi. En ik wil op de foto met de burgemeester en een pen. Tot de volgende keer allemaal.